Okay, let's go. En dan schakelen we nu live over naar het weer met Willem. Willem? Willem, je bent! Oh, Willem, oh, dat ben ik. Vergeet ik het weer. Zo, we zijn hier bij het weerbericht. Je hebt het misschien gemerkt, de afgelopen dagen is het ontzettend lekker weer. En daar gaan we gewoon een tijdje mee door. Hier in het zuiden bij de varies, zon. Bij de otters, zon. Bij de gibbons, zon. Bij de mangabees, zon. En ook bij de hyena is het vandaag zon. In het midden van het park komen bij de stokstaart, ook daar zon. Hey Rick! Hoi. Je ziet er heet uit, jongen. Het wordt zo heet deze week. Wil je een ijsje? Ja. Zou de dierenrijk een ijsje lussen? Zo, we zijn nu in de voederkeuken. Maar ja, zo kunnen we natuurlijk geen ijsjes maken. Wij gaan ijsjes maken voor die dieren. Gelati. Die animali. En wat hebben wij daarvoor nodig, Rick? Wij hebben daarvoor nodig. Peertjes. Appeltjes. Appeltjes. Worteltjes. En als klappen op die vuur erbij. Kan je pakken staan. Laten wij nu die diertjes hun ijsjes maken. Allee, ga go. Mia, Stijn, wat heb je gedaan? Niets. Een grapje. Zo, al die groentjes zitten in die hermen. Nou is het tijd om die gelaat die daarvan te maken. Maar hoe gaan we dat doen? Wij hebben daarvoor nodig een bekertje. Mamma mia! Bekertjes. Zo. Zo, hè? Alles zit in die kraan. Alles zit in die kraan en die moet het alleen nog in de diep. Oké, let's go. See. We vergeten de kraan. Onze ijzerkoker zit helemaal vol met ijsjes. En dan is het nu tijd om dieren gelukkig te maken met een lekker ijsje. En de eerste dieren die geluk hebben zijn... De rode waries. Okay, let's go! Ik heb er zin in. Kijk, wil jij als eerst? Hij is wel koud, hoor. Lekker verkoelend op zo'n dag als vandaag, hè? Zo. Hey, hier komen we. Zullen we ook ijsjes? Zo, onze ijsjes zijn op, maar we hebben er nog een nieuwe bij voor de stokstaartjes. Die hyena's krijgen namelijk ook een ijsje. We hebben ook ijsjes gemaakt voor de geflikte hyena. Maar ja, als je dan aankomt met een heel klein ijsje, dan worden ze gewoon boos. Dus we hebben een groter ijsje en als je kunt zien, ik heb hem mooi even het kopje laten zien. Snavel steekt nog naar buiten. Die krijgen onder andere vis, maar ook kuikentjes en ander vlees.
en samen. Ga Missie eens halen. We zijn daar bij Erik en Missie. Ja, de twee witwangibbons die je misschien nog wel kent van onze... Bonjour! We gaan een taart bakken voor de gibbons vlog. Maar in dit geval hebben we ijsjes gemaakt voor ze. Twee stuks. Ja, dat was een ijsje. Wow! Achteruit! Goed! Hier is het ijsje. Voor Joris. Kijk. Met vis. Hier staat stoere Ranger Rick. Joris is niet blij met zijn vis. Kijk. Oh, ik heb iets voor nooit. Nou, helaas heeft niet iedereen zin in een ijsje. Nee, er zijn nou eenmaal dieren die denken... ik zou liever mijn jas uittrekken dan een ijsje eten. Nou, Joris is er daar eentje van. Nou... piep. Wil je nou zien hoe andere dieren in dit park verkoeld worden op dagen zoals deze? Ja, like het Safari Park dan op Facebook. Abonneer je op ons YouTube kanaal. En dan zien we je volgende week weer terug. Ciao. Ciao bello.